Wat willen we dat er gebeurt? Wat willen we graag in ons leven? Welke ervaring willen we dit keer meemaken? En dat is iets anders dan alleen maar groeien, 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 nummer 1, meer harken. Stoppen met roken, stoppen met drinken, gezonder leven, meer uit je werk halen. Allemaal goede voornemens die altijd aan het eind van het jaar of het begin van het jaar weer opkomen. Maar worden we er nou echt gelukkig van? Iemand die daar alles van af weet is David de Kok, oprichter van 365 Dagen Succesvol. En met hem ga ik praten over de zin en onzin van goede voornemens. David, wat zijn jouw goede voornemens voor 2019? Zo, dat is een goede vraag, Jan. Daar moet ik eerlijk gezegd nog even over nadenken. En eerlijk gezegd ben ik ook niet zo'n voorstander van zomaar goede voornemens. Dus misschien heb ik daar zelfs wel een iets ander idee over. Nee, want het is weer een beetje de tijd van het jaar. Altijd zo'n beetje aan het eind van het jaar, begin van het jaar, altijd die goede voornemenslijstjes. Zowel privé als op het werk. Privé, hè, stoppen met roken, stoppen met drinken. Nou, je kent ze allemaal wel. Maar ook op het werk hebben we altijd zoiets van even met een schone lei beginnen, een lege inbox. Dit jaar ga ik alles anders doen. Wat is dat? Is dat een mens eigen? Dat zou ik eerlijk gezegd niet precies weten waar het mens eigen is. Maar wel veel mensen doen het. Dus ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat dat zo is. En wat je tegelijkertijd ook ziet is dat met ongeveer een week of 6 alles weer terug is bij normaal. En dan vind ik het wel interessanter worden eigenlijk. Heb je een idee waarom mensen op het werk altijd die... Want feitelijk zijn het gewoon dagen die achter elkaar geplakt zijn. Maar op een of andere manier is die 1 of die 2 januari dan, is dan magisch. Alsof je dan zeg maar een nieuwe start maakt. Mensen die bij jullie komen of jezelf misschien of jullie eigen werknemers, ervaren die dat dan ook zo? Nou, wij spelen er wel zo naartoe, ja. Ik vind het wel mooi om weer opnieuw te beginnen, maar eigenlijk niet opnieuw. Als wel, je zet het eigenlijk weer door op een volgend niveau, zodat het meer een soort spiraal is omhoog. In plaats van dat het weer 1 januari is, is het 1 januari 2019. En dat is dus iets anders dan een jaar daarvoor. Als het elke keer precies hetzelfde rondje is, dan denk ik dat mensen vrij snel in een bore-out terechtkomen. Dat lijkt me erg vervelend. Dus een soort natuurlijk evaluatiemoment, natuurlijk terugkijken en vooruitkijken. Nou, waarom niet? Toch lukt het heel veel mensen niet. Hè? Ik bedoel, als ik naar mijn eigen inbox bijvoorbeeld kijk, staan er volgens mij iets van 1409 ongelezen mailtjes in. Dat zijn vaak reclameboodschappen of spamachtige dingen die ik echt een keer moet gaan opschonen. Veel mensen vinden het toch ook lastig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, wat je veel ziet bij de goede voornemens is dat het vooral terugkijken is naar wat er niet goed ging en dat dan vervolgens in een soort wens formuleren. Bijvoorbeeld, nou, ik weet eigenlijk dat het niet goed is om te roken, om dat maar even als voorbeeld te nemen. En dan ga ik besluiten, oké, vanaf 1 januari ga ik niet meer roken. En daarmee gebeurt er iets interessants. Eigenlijk wijs je dan jezelf af. Eigenlijk zeg je, wat ik deed in 2018 was niet oké. In jouw geval was niet oké om zoveel open mailtjes te hebben, blijkbaar. Want ik ga mijn goede voornemen is, met andere woorden, ik ga het nu beter doen. Wat ik daarvoor deed was niet zo goed. En ik vermoed dat daar psychologisch iets onhandigs gebeurt. Wat ik doe, is dat ik een thema maak voor 2019. Dus ik kijk vooruit en dan wens ik mijzelf iets toe dat mag gaan gebeuren in 2019. Bijvoorbeeld, ik wens meer familietijd. Dus ik heb een wens in de vorm van een thema en ik noemde dat in 2018 Family First. Dus ik ben veel vaker op vakantie gegaan, ik heb ervoor gezorgd dat ik veel vaker thuis ben. En dat heeft ontzettend veel effect gehad in mijn relatie, in de relatie met mijn kinderen. Dus je zou kunnen zeggen dat is een goed voornemen. Maar het had nog veel meer open karakter, als je me nog kunt volgen. Dus een thema dat beschrijft veel meer wat je het hele jaar verwelkomt. In plaats van, ik moet stoppen met roken, want dat is eigenlijk slecht gedrag. En dat ga ik nu 6 weken lang proberen vol te houden. En dan eens kijken of ik dat wat op kan rekken. Dat werkt meestal gewoon niet zo goed. Nou, geldt voor heel veel bedrijven, is het toch vaak onderaan de streep. We hebben zoveel is eruit gegaan, zoveel is er ingekomen. Voor 2019 zijn dit de targets. Dat is eigenlijk best wel plat. Zou je de thema's die je net stelt ook kunnen toepassen in het bedrijfsleven? Nou, wij doen het in ieder geval zo. Ja, ons bedrijf is zo'n 32 mensen groot. En elke keer kijken wij niet alleen per jaar, maar ook zelfs per kwartaal. Wat is het thema voor de komende 13 weken? En wat is het hoofdthema voor de komende 52 weken? En dat maakt het ook, ja, je zou het kunnen zeggen, wat vrijer. Want natuurlijk hebben wij ook targets en natuurlijk hebben we ook doelstellingen. Maar ik denk dat het veel leuker wordt als je het ziet in wat kunnen we met elkaar bereiken in plaats van wat kunnen we met elkaar binnenhalen. Dat is heel iets anders. Dus bij ons gaat het ook altijd over dat soort thema's. Veel meer van wat willen we dat er gebeurt? Wat willen we graag in ons leven? Welke ervaring willen we dit keer meemaken? En dat is iets anders dan alleen maar groeien, 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 nummer 1, meer harken.